Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen. SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio. Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio. Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 28 september 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het komende uur praat historica Ingeborg van Teseling over de cultureel zeer diverse keuken van Australië. Het is bijna kinderboekenweek in Nederland en daar praten we dan ook over met leesconsulente Larissa de Ru. En in een nieuwe aflevering van Leer Nederlands vertelt lerares Nederlands Joyce Diebos over borrelen. Dat, maar ook het willekeurige weekoverzicht en heel veel muziek. Allemaal straks, maar we beginnen zoals altijd met de achtergronden bij het nieuws. Premier Anthony Albanese zet de deur op een kier om wijzigingen door te voeren betreffende negatieve gearing en vermogenswinstbelasting in aanloop naar de volgende verkiezingen. Hij zei dit na berichten dat het ministerie van Financiën de kosten van het beleid aan het doorrekenen is. De premier zegt dat hij ervan overtuigd moet worden dat hervormingen zullen leiden tot meer woningen, terwijl belangrijke woninghervormingen in de Senaat blijven liggen. Dit is SBS Dutch. Minister van Financiën Jim Chalmers wilde maar al te graag ingaan op het allerbelangrijkste nieuws hier deze week. Well, first of all, the real story today is inflation. The story today is about a substantial moderation in headline and underlying inflation in our economy. Maar de aandacht verschoof al snel naar de geruchten dat het ministerie van Financiën de kosten van een nieuw huisvestingsbeleid aan het doorrekenen is. Premier Albanese sluit het niet volledig uit. Would you rule out changes to negative gearing and property taxes this term or next? Well, what we're doing is doing the legislation that we have before the Senate. So I talk about what we're doing, not what we're not doing. And what we're doing is trying to get through that legislation through the Senate. Anthony Albanese werd later op diezelfde dag voor de tweede keer onder druk gezet door 2GB-presentator Chris O'Keefe. Because you've got a chance to rule it out now, and I think it's important you rule it out if you don't plan on doing it. Well, I have no plans to do it. It's not our policy. What we're doing is trying to get legislation through the Senate. De Labour-partij heeft het onderwerp negative gearing met twee eerdere verkiezingen ter sprake gebracht, maar met weinig succes. Ze beloofden deze termijn geen wijzigingen, net zoals rondom belastingverlagingen in fase 3. Albanese zegt dat de positie van zijn partij niet is veranderd, maar die veranderde wel om meer werknemers met lagere inkomens te helpen. Woordvoerder Financiën van de oppositie, Angus Taylor, zegt dat de regering niet te vertrouwen is als het om belastingen gaat. Only this Prime Minister and this Treasurer could be so out of touch and out of their depth to believe that improving the affordability of housing is best done by adding taxes. That is absolutely the wrong way to make sure that we have affordable housing for all Australians in this country. In het kort werkt negatieve gearing als volgt. Stel, Peter betaalt $50.000 aan rente op een investment property, maar verdient slechts $20.000 aan huur. Het verlies, in dit voorbeeld dus $30.000, kan van zijn inkomen worden afgetrokken zodat hij minder belasting hoeft te betalen. Als hij een huis koopt voor $400.000 en het een jaar later verkoopt voor $500.000, betaalt hij alleen belasting over de helft van de winst. Dit is vermogenswinstbelasting. De gemiste inkomsten door negatieve gearing en vermogenswinstbelasting zullen dit financiële jaar in totaal $12,3 miljard bedragen. Peilingen suggereren dat de meeste Australiërs graag zien dat die tegemoetkomingen worden beperkt.
Woordvoerster van Everybody's Home, May Aziz, licht dit toe. Basically, every newspaper has done a poll on this in the last couple of years, and they all show either majority support or close to majority support, and only about one in five people opposing. So this is actually something that people are open to. They're getting more and more open to it as the housing crisis gets worse. Trent Wiltshire van het Grattan Institute zegt dat het meer huurders zou kunnen helpen om huiseigenaar te worden. These potential home buyers will be bidding against fewer investors at auctions. So there's some recent modelling of similar reforms to what we propose and what the ALP brought to the previous elections is that the home ownership rate would rise from about 67% to 70%. Oppositiewoordvoerder van Financiën Jane Hume vertelde Sunrise dat dat misschien geen goede zaak is. You know, if you take landlords out of the system, well, then all that happens is rents go up. I was down in Western Victoria just on Monday, walked into a real estate agent, and there's a sign up saying no rental properties available. And that's a catch cry that we're hearing right around the country. You take away negative gearing, as clearly the government are planning to do, that's why they're commissioning the work, clearly they're planning to do this. You take away negative gearing, you're going to have a dramatic impact on rental supply. Er wordt gediscussieerd over de mate waarin negatieve gearing de prijzen opdrijft. U hoort ANP-hoofdeconoom Shane Oliver. I think it is having an impact in explaining poor affordability in Australia, but it's not the major factor. In fact, I think it's a bit of a sideshow. The real issue is the lack of supply relative to the high level of underlying demand for housing in Australia. That's clearly evident in very low rental vacancy rates. And the shortage of property that we constantly hear about. Dat standpunt wordt ondersteund door de premier, maar de plannen van de Labour-partij om het woningaanbod te vergroten en starters de woningmarkt op te helpen worden geblokkeerd in de Senaat. Max Chandler-Mather, parlementslid voor de Groenen, zegt: schaf negatieve gearing af en ze zullen de wetgeving goedkeuren. Come to the Greens now that you're considering changes to negative gearing and the capital gains tax discount. Let's talk through a plan and actually start to tackle the scale of this housing crisis. People have had enough of politicians fighting. People have had enough of politicians trying to pass dodgy schemes that don't fix anything but make it sound like they care when they don't. What they want is real substantial change. Maar voorlopig ziet het er naar uit dat dat niet gaat gebeuren. Dat verhaal werd gemaakt door Sarah Domevska en Gabrielle Catanacho voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands. Even lekker swingen met Peter Koelewijn en kom van dat dak af hier bij SBS Dutch. Voedsel verbindt en in Australië, meer dan waar dan ook, zijn we wat we eten. Dat zegt historica Ingeborg van Teseling. In een nieuwe aflevering van Australië tot nu toe vertelt ze hoe het eten door de jaren heen is beïnvloed door onder meer de komst van migranten en vluchtelingen. Haar verhaal begint bij de aankomst van de Britse kolonisten. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Vandaag een onderwerp die ik niet echt had verwacht om met jou te bespreken. Eten. Je bent een historica, maar dit is wel op jouw eigen verzoek, hè? Dus waarom is mijn vraag eigenlijk? Nou, ik wilde het eigenlijk over eten hebben omdat ik geen enkel ander land ken waarbij eten zo'n politieke rol heeft gespeeld als Australië. En dat begint al met wat wij bushtucker noemen. De ingrediënten waar First Nations mensen al zo'n 50.000 jaar mee gekookt hebben. De bekendste nu zijn vooral, voor ons in ieder geval, dingen als finger lime en Davidson plum en wattle seed en pepperberry, dat soort dingen. Maar er zijn er nog heel veel meer natuurlijk. De Universiteit van Adelaide heeft ooit eens berekend dat er in Australië 6.000 eetbare planten zijn die door First Nations mensen zijn gezaaid. 2.000 verschillende champignons bijvoorbeeld. Honderden eetbare vogels en vissen en andere dieren. Maar vanaf het moment dat witte mensen hier aankwamen, zagen ze die overvloed helemaal niet. William Dampier, de eerste Engelsman die hier in 1688 aankwam, zei zelfs, en ik quote nou even, er is geen kruid, wortel, vrucht of graan dat ze hier kunnen eten. Geen vogel of ander beest dat ze kunnen vangen.
Hij had natuurlijk geen idee waar hij het over had. En het was handig geweest als hij even zijn hersens had gebruikt. Want hoe was het mogelijk dat hier niks te eten was, terwijl er toch duidelijk een heleboel gezonde, fitte mensen rondliepen? Maar het kwam de Engelsen toen, en zeker na 1788, heel goed uit om vol te houden dat First Nations mensen maar wat aanrommelden. Dat er geen systemen waren om hen zelf van eten te voorzien, want dat paste in dat idee van terra nullius en dat zij dat er hier alleen maar nomaden woonden en dat het een leeg land was. We weten nu natuurlijk door onderzoek en door belangrijke boeken zoals Bruce Pascoe's Dark Emu en Bill Gammage's The Biggest Estate on Earth, dat First Nations mensen, om Gamage te quoten, hun land altijd al hadden gebrand, geploegd, beplant, bewaterd, geïrrigeerd en gewiet, zoals hij dat zei, en de producten hadden gegeten, maar ook opgeslagen en verhandeld. En dat was, zoals Gamage noemde dat, een beheerd landschap. En dat bewees dat First Nations mensen niet alleen boeren waren, maar niet hapsnap leefden. Ze keken vooruit en handelden daar ook naar. Ze hadden huizen, graanschuren, enorme visfuiken en deden goede zaken met andere volken. Bijvoorbeeld in Indonesië en de eilanden om Australië heen. Maar dat wilden de Engelsen helemaal niet weten, want dan klopte dat terra nullius verhaal niet meer. En zonder terra nullius konden ze het land niet zomaar overnemen. En dat wilden ze natuurlijk wel. Maar wat gebeurde er na de kolonisatie met al die indigenous ingrediënten? Nou, eerst mochten First Nations mensen niet meer jagen en hun voedsel verzamelen. Want dat was, zoals ze toen heette, primitief en ongedisciplineerd. Daarna werd het land overgenomen door witte mensen die er hekken omheen zetten. En iedereen die op het land gevonden werd, afschoten. Vervolgens werden er andere dieren op het land gezet, schapen en koeien vooral, die met hun harde hoeven de grond naar de Rasmodee hielpen. De grond werd heel hard en daardoor kon het water er niet meer in. Dat leidde tot overstromingen en droogtes en vervolgens hongersnoden. De Engelsen boden de First Nations mensen ook hun eigen eten aan, of tenminste de restjes, bloem, suiker, thee, tabak en alcohol. En daar werden ze eerst heel ziek van en daarna verslaafd aan. En toen was het makkelijk om die voedingsmiddelen te gebruiken als drukmiddel. Als je braaf bent, krijg je een fles bier of een zak bloem en anders niet. Daarnaast werd voedsel ook gebruikt om vrouwen te kopen, geruild voor seks dus, of werk en huishouding. First Nations ingrediënten zelf werden nog steeds niet herkend als voedsel. Mensen aten liever maandenoude gezouten varkensvlees dat op de boot uit Engeland was gekomen, dan lekkere verse barramundi uit de oceaan 100 meter verderop. Dat werd gezien als lokaal eten en dus een beetje ordinair. Jackie Newling, die als voedselgeschiedkundige werkt bij de Sydney Living Museums, heeft daar een paar jaar geleden een heel goed boek over geschreven, Eat Your History. Daarin vertelden ze bijvoorbeeld dat mensen oesters uit de zee haalden, maar alleen de schelpen gebruikten als bouwmateriaal. Dat vlees gooiden ze weg. Deels had dat te maken met onbekendheid, geen idee wat al die ingrediënten waren, en dat je bijvoorbeeld kangaroo wel kon eten en possum niet. Maar deels was het ook gewoon snobisme, en wat een andere historicus, John Newton, ooit voedselracisme noemde. Het komt van First Nations mensen en dus eten we het niet. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Want naarmate de tijd verstreek werd het eigenlijk steeds erger. Omdat First Nations mensen hun voedsel niet meer mochten en konden verbouwen, ging de kennis daarover verloren. Volgende generaties wisten niet meer wat ze moesten doen en dus sloeg de hongersnood steeds meer toe. Daar hadden ze in die 50.000 jaar wel af en toe last van gehad natuurlijk, maar dit was de consequentie van een regime. Het werd ze expres aangedaan. Newton, die het boek The Oldest Foods on Earth schreef, de geschiedenis van Australisch eten, noemde het uithongering als staatsvorm. En al snel volgden problemen waar we nu nog mee te maken hebben. Diabetes, overgewicht, drugskwesties, familieproblemen, die begonnen allemaal daar. Ja, dat was dus de ellende van de First Nations mensen. Hoe stond het er intussen voor dan met de kolonisten? Nou, de hele kolonie was eigenlijk wat eten betreft niet zo goed georganiseerd. Er waren geen landbouwmachines aan boord die konden helpen van de First Fleet. De zaden raakten beschimmeld, dieren en planten stierven onderweg. En er was eigenlijk niemand die de kennis had om wat dan ook maar te verbouwen. Want dit waren natuurlijk gevangenen, geen boeren.
De bevolking groeide snel, maar de paar koeien die de reis hadden overleefd ontsnapten binnen 2 weken. En binnen een jaar of 2 was de helft van de mensen ziek. Scheurbuik, gewoon honger, allerlei afwijkingen. Er waren droogtes, de oogsten mislukten en het zag er allemaal nogal problematisch uit. Er werden ook te veel bomen gekapt, waardoor de overstromingen nog erger waren en er ook nog meer bosbranden kwamen. Schepen werden uitgestuurd om te kijken of er ergens op de eilanden om ons heen nog iets te eten was, maar die liepen op de rotsen of kwamen gewoon nooit meer terug. De verkeerde zaden werden op de verkeerde tijd gezaaid en omdat ze alleen hun oude voedsel als voedsel herkenden, leden ze honger terwijl ze naast een oceaan vol vis zaten. Na een paar jaar begonnen mensen ook planten en dieren in te voeren uit Europa. Konijnen, vossen, forel, laurier, bramen. En die namen al snel het land over en werden een plaag. Daar hebben we bijvoorbeeld het beroemde rabbit-proof fence aan te danken. Want die konijnen vergaten al snel alles op en werden een enorm probleem. Bramen namen de bossen over, de natuurlijke balans werd verstoord. En daar hebben we zelfs nu nog last van. Intussen werden er steeds meer mensen ingeschakeld om het harde werk op het land te doen. Tijdens de Stolen Generations werden First Nations jongens getraind als veehoeders en meisjes als huishoudelijke hulpen. En al snel deden zij het meeste werk onbetaald, uiteraard. Hè? Later werden ze vergezeld door mensen van de eilanden in de Pacific, die waren gestolen, blackbirded zoals dat heet, om in de suikerindustrie te werken. En Chinezen kwamen om groentetuinen op te zetten en restaurants natuurlijk. Ja, en er volgden natuurlijk ook al heel snel andere migranten. Ja, zeker. En wat zij natuurlijk met zich meebrachten, zoals alle migranten, was heimwee. En heimwee is altijd het makkelijkst in dit geval tijdelijk te stillen met eten. In het jaar 1800 kon je al Chinese thee vinden in Sydney en suiker uit Mauritius. En gouverneur Lachlan Macquarie, die jaren in India had gewoond, had een grote voorliefde voor het eten dat daar gemaakt werd. En dus werd er op Government House in 1810 al eendencurry geserveerd aan de gasten. Door de jaren heen droegen die migranten ontzettend veel bij natuurlijk. Zuid-Europeanen brachten koffie en slakken en béarnaise saus en pasta. En de beste manier om vlees te bakken, zodat het er niet grijs uitzag, de Duitsers introduceerden wijn, tarwe, gerst, mais en natuurlijk kaas en gefermenteerde dingen zoals zuurkool. De Grieken runden de melkbars, de Italianen verkochten pasta, wij Nederlanders poffertjes, pannenkoeken. En tijdens de oorlog brachten de Amerikanen Coca-Cola en hamburgers en cocaïne, maar daar hebben we het even niet over. Vaak werden die migranten eerst in kampen zoals Bonegilla ondergebracht en daar waren dan ook regelmatig voedselrellen. Niet eens zozeer om te weinig eten, maar om het verkeerde eten. Oud lamsvlees en thee, daar hadden ze vaak na een maand of zo wel genoeg van. En ook voor migrantenkinderen was het niet simpel, dit nieuwe land. Ze kregen roggebrood met salami mee naar school, maar probeerden dat te ruilen voor witbrood met Vegemite. Salami betekende dat je een buitenstander was. Als je Vegemite at, hoe vies je het ook vond, dan hoorde je erbij. Maar na verloop van tijd werden al die gekke dingen, al dat buitenlandersvoer, onderdeel van wat we nu Australisch eten noemen. We draaien onze handen niet meer om voor knoflook en ravioli. En olijfolie koop je al lang niet meer bij de apotheek, zoals dat in het begin het geval was. We kopen ons brood bij een Vietnamese bakker en denken dat Chico Rolls Australisch zijn, terwijl we ze hebben overgenomen van Chinese migranten. En hoe staat het er nu voor? Toen ik nog in Nederland woonde, 20 jaar geleden, was mijn introductie in Australisch eten de SBS-serie The Food Lover's Guide to Australia. Die werd gepresenteerd door de onvolprezen Mavel Mara, die ons trouwens nog steeds rondleidt in die wondere wereld. Ik ben ooit eens in Sydney mee geweest op een van haar food safaris. Dat was echt heel leuk, want wat ze doet is je voorstellen aan wijken waar je normaliter niet komt, die je misschien wel een beetje eng vindt. En dat doet ze door je te introduceren bij koks, de providors, de mensen die noga maken in een zijstraatje of de ingrediënten voor tabbouleh verbouwen in hun achtertuin. Zij gebruikt dus eten om ons blij te maken met onze multiculturele samenleving. En dat is hartstikke belangrijk in een tijd waarin we allemaal zo gepolariseerd zijn. Voedsel verbindt ons. Dat weet Maeve en dat is in Australië heel belangrijk. Want in Australië, meer dan waar ook, zijn we wat we eten. In 1981 heeft Queensland bijvoorbeeld als laatste staat
kangeroelegaal op het menu gezet. Voordien was het eten van kangeroe verboden. Dat was een politieke beslissing, hè? We eten de dieren uit ons eigen land niet. En nu gaan we dat wel doen. We zijn wat we eten. In 2000 kwam een jonge Italiaans-Schotse kok naar Australië omdat hij alles wilde leren over First Nations ingrediënten. Hij gebruikte ze in zijn restaurants, ondanks alle kritiek. En in 2016 richtte hij de Orana Foundation op, die in samenwerking met de Universiteit van Adelaide een databank aan het aanleggen is van eetbare planten uit die First Nations catalogus, zullen we maar zeggen. Ze zitten nu 1500, dus ze hebben nog 4.500 te gaan. Die kok was Jockson Frilla, het Masterchef jurylid dat vorig jaar overleed. En Masterchef zelf is natuurlijk ook een heel goed voorbeeld van het feit dat Australië gewend is geraakt aan haar multiculturele voedsel. En koks natuurlijk. Kijk alleen maar naar de juryleden. De Grieks-Australische George Columbaris, Engelsmannen Gary Meehan en Matt Preston, Melissa Leong heeft een Singaporese achtergrond. Po komt uit Maleisië. Jock zelf had een Italiaanse vader en een Schotse moeder. We kennen Adam Liao natuurlijk als winnaar met een Maleisische achtergrond, net als Diana Chan. De familie van Sasha Jelia komt uit Singapore en zo gaat het door. Masterchef is een internationaal programma, wordt overal op de wereld uitgezonden, maar nergens in de wereld wordt het zo multicultureel uitgelegd als bij ons. Daarnaast zijn er veel mensen die het goede voorbeeld geven. Kijk, Bruce Pascoe, die we kennen van Dark Emu, ik had het daar net ook even over, verbouwt op zijn land aan de zuidkust ook First Nations eetbare planten. En er zijn mensen zoals Richard Gunner, een slager uit Zuid-Australië. Hij hoorde dat magpie-ganzen in Queensland massaal werden afgeschoten omdat ze de mango van het land aten. De boeren waren ze aan het doodschieten, aan het vergiftigen, maar Gunner stapte in een truck en zette in Zuid-Australië een bedrijf op. Hij vroeg de lokale First Nations bevolking om de ganzen te vangen, te plukken en in te pakken. En vervolgens bracht hij ze naar de tafels van de beste lokale restaurants waar ze nu op het menu staan. Een win-win, zullen we maar zeggen. En dan het laatste wat ik nog even wilde aanstippen. Overal in het land worden pogingen gedaan om vluchtelingen weer met hun eigen cultuur en voedsel te verbinden. In Mildura bijvoorbeeld is de Burundian Community Farm. Daar verbouwen vluchtelingen uit Burundi hun eigen eten. En intussen praten ze met elkaar, zijn ze minder eenzaam, helpen ze elkaar en voelen ze zich beter. Want zoals ik zei, je bent wat je eet, vooral in Australië. Meer weten over de geschiedenis van Australië? Op onze website staan nog veel meer afleveringen van Australië tot nu toe. Dus neem snel een kijkje op sbs.com.au/Dutch. Zorg ervoor dat u volledig geïnformeerd bent en niet alleen te zien krijgt wat de sociale media feed u voorschotelt. Vind al ons nieuws en verhalen op de SBS Dutch website. Sla sbs.com.au/Dutch vandaag nog op als bladwijzer in uw webbrowser. Straks gaan we borrelen in een nieuwe les Nederlands en praat leesconsulente Larissa de Ru ons bij over de aanstaande kinderboekenweek. Maar nu eerst het willekeurige weekoverzicht van het nieuws uit Nederland dat we konden samenstellen met dank aan de NOS, Omroep Gelderland, Westlandse Omroepstichting en NH. Vorig weekend werd op de Ginkelse Heide bij Ede operatie Market Garden herdacht. Het is dit jaar 80 jaar geleden dat daar de grootste luchtlandingsoperatie uit de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. De burgemeester van Ede, René Verhulst, sprak de aanwezige veteranen, hun familieleden en nabestaanden en vele andere geïnteresseerden toe. Omroep Gelderland was daarbij. Here we are at the Ginkelse Heide. A place where history is rooted in the ground. A place where 80 years ago courage, sacrifice and hope came together in the shape of the airborne landings during Operation Market Garden. Today we commemorate the brave young soldiers who risked and of whom many even gave their lives for our freedom. Koning Willem-Alexander was ook bij de herdenking aanwezig en legde een krans.
Wie heeft vroeger niet kinderpostzegels verkocht? De opbrengst van deze speciale postzegels gaat naar kinderen die te maken hebben met armoede, eenzaamheid of problemen thuis. Dit jaar bestaat het fenomeen 100 jaar en dus werd het nieuwe setje postzegels feestelijk onthuld. De Westlandse Omroepstichting was daarbij aanwezig en sprak ook met Sophie Vriens, de voorzitter van Stichting Kinderpostzegels. 3, 2, 1. Als je kan zien, het is een hele moderne zegel met een QR-code. En voor ons is het echt wel een heel bijzonder moment. 100 jaar kinderpostzegels. En mezelf, wie op de tegel, ik ga al Er zit dus een QR-code op waarmee je dus een boodschap naar de ontvanger van jouw post kan sturen. Ik heb dat nog nooit gezien. Misschien zijn we wel uniek in de wereld, maar ik weet het niet. Ik heb een mapje waarmee je dingen kunt kopen voor de kinderpostzegels. Hoeveel ga je er verkopen dit jaar? Hopelijk heel erg veel. Bijzonder dierennieuws dan. Twee Siberische tijgers, die lange tijd werden opgevangen door Stichting Leeuw in het Noord-Hollandse Annapallona, zijn overgeplaatst naar Kazachstan. Daar zijn ze uitgezet in een uitgestrekt reservaat en gehoopt wordt natuurlijk dat er welpjes geboren gaan worden en er een nieuwe tijgerpopulatie ontstaat. Robert Kruijf van Stichting Leeuw en dierenverzorger Jurjen Woltjer zijn super trots, zo blijkt voor de camera van NH. Als we mee mogen werken samen met het Wereld Natuur Fonds en de overheid van Kazachstan om de tijger weer terug te brengen naar het wild, ja, een soort jongensboek idee. De hele bedoeling is eigenlijk dat die tijgers erheen gaan, dat die tijgers uiteindelijk... Ja, daar jongen krijgen, dat die jongen opgroeien zonder menselijk contact. Eigenlijk voorbereid worden op het leven in het wild. Dus die leren ook de basis van de jacht. En die zullen daar ook in geoefend worden. En dan is de bedoeling dat hun echt het wild in gaan. Dus de meeste van ons werken natuurlijk al jaren met die dieren. Nou, het zou mij helemaal te gek lijken als je straks ooit een keer een documentaire ziet. De eerste tijger in Kazachstan en je kijkt naar zo'n jongen en je denkt, oh, hij heeft Koema's ogen of zo. Weet je? Dat zou me zo leuk lijken. De stichting Buddy to Buddy koppelt Nederlanders aan nieuwkomers op basis van gelijke interesses. In Zutphen is Sarah nu 2 maanden buddy met de Palestijnse vluchteling Yaha. En dat vinden ze allebei erg leuk. U hoort eerst Miro Hubatka, de projectleider van de stichting, die uitlegt wat precies het idee is achter het buddyschap. En daarna ook vrijwilligster Sarah. Iemand moet ontdekken hoe stamppot smaakt. En ontdekken hoe het is om gewoon samen een kop koffie te gaan drinken. Of naar een Nederlandse kringverjaardag te gaan. En zo kunnen mensen natuurlijk ongelooflijk veel leren. Maar dat geldt niet alleen voor de nieuwkomer. Ook Nederlanders leren heel veel van het project. Ik heb vegan doma gemaakt. Vegan doma? Doma stoks. Ik voelde me soms machteloos als ik naar het nieuws keek. En dacht, waarom gaan we zo om met mensen? Waarom staan er mensen met spandoeken voor een AZC? En toen vond ik eigenlijk Buddy to Buddy. Toen heb ik me aangemeld dat ik dacht, wat fijn dat er meer mensen zijn die ook mensen willen welkom heten. Misschien weet u dat nog, maar Rini Wachtmans won in de jaren 70 3 etappes in de Tour de France. Het wielrennen is jaren later nog steeds zijn ziel en zaligheid. En nu is hij een van de initiatiefnemers van een nieuw te bouwen wielermuseum in het Brabantse Hogerheide. Alle renners die hier uit de buurt komen, de wereldkampioenen, Kuiper, Kneteman, Schuiten, die hebben allemaal hier vertoefd. Waarom is het zo belangrijk dat er een wielermuseum komt? Omdat de wielersport in Nederland en zeker West-Brabant gezorgd heeft dat in de historische slechte tijd van het Nederlandse volk geen werk was. En dat de wielersport een soort uitvlucht was om het goed te hebben in de maatschappij. Men hoopt dat het museum volgend jaar al haar deuren kan openen. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht voor deze week. Met dank aan de NOS, Omroep Gelderland, Westlandse Omroepstichting en NH voor de audiofragmenten. Heeft u het al gezien of gehoord? De Nederlandse dramaserie Maxima is nu te zien op SBS On Demand. De 6-delige serie gaat over Maxima Zorreguieta voordat ze koningin van Nederland werd. We zien hoe Maxima opgroeide in Argentinië, hoe de liefde tussen haar en toen nog prins Willem-Alexander opbloeide en de horde aan het begin van hun relatie. De serie was in Nederland een groot kijkcijfersucces. U kunt nu luisteren naar de trailer. My father always taught me I had to reach for the highest. To work hard. He taught me everything. I am who I am because of him.
¿Su nombre? Sorrelleta. Máxima. Máxima, he's Willem Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. ¿Cómo bailaba? No era tan malo. Hi. Buenos días. It must be hard being a crown prince. It's not the most common question I get on the first date. Day? First day. Un príncipe de verdad. Sí. Pero que no es el mayor. Do I bow or just do like a little nod? Mama, pap, het is Maxima. I can see why he likes you. Ik heb hem nog nooit zo verliefd gezien. Pap. They are saying that your father will not be allowed to attend our wedding. For the photo. Maxima. And you call this not a big thing? It's not what I'm saying. Max, to hell with politics. Keep your light shining. You want some advice from an old veteran? Stay who you are. Screw everyone. All I care about is you. Keep your light, so keep your light. And what makes you happy? Shining. De serie Maxima, die door sommigen ook wel de Nederlandse versie van The Crown wordt genoemd, is gratis te bekijken op SBS On Demand. Ga naar onze Facebookpagina voor de link sbs.com.au/dutch. De Nederlandse band Cresip maakte trouwens speciaal voor iedere aflevering van de serie een liedje. En al die nummers staan op het album Music for Maxima. We draaien nu een van die nummers, dit is Attention. Met onze tweewekelijkse serie Leer Nederlands hopen we tweede en derde generatie Nederlanders en andere geïnteresseerden die de Nederlandse taal zouden willen leren over de streep te trekken om daar ook echt werk van te maken. Nu een nieuwe miniles waarin je meer leert over borrelen, borrelhapjes en terrasjes. Joyce Diebels van Dutch with Joyce geeft uitleg. Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce. And today we're going to talk about when you are going for after work drinks or just drinking with friends in general. Now, drinking is the general term that we use here in English, but I myself have a really funky, cool word for this, and that heet borrelen. So a borrel is the term for referring to an alcoholic drink. Dus een borrel is an alcoholic drink and borrelen is the act of drinking alcoholic drinks. So we could say borrelen, borreltje, borrel, up to you. And obviously we've already done beer and wine and snacks. So let's dive into some very particular things that we say, do, use around borrelen. Now, aside from borrelen and drinking that alcoholic drink, we need borrelhapjes, of course. Tijdens de borrel serveren we verschillende borrelhapjes. During the drinks, we serve various snacks. So, een hapje is like hop, like a bite into a snack, essentially. So, hapjes is our Dutch equivalent for snacks. Aside from that, we also say snacks for a snack. But borrelhapjes is very much used around having snacks during a borrel. Another thing that we can use for a borrel is an aperitiefje of an aperitief. An aperitief is een drankje dat jij drinkt voor het eten. An aperitief is a drink that you have before a meal. And coming back to the borrelhapjes, what kind of borrelhapjes are most common? Well, the most popular one is probably bitterballen. Bitterballen zijn een populaire snack tijdens het borrelen. Bitterballen are a popular snack during drinks. Bitterballen zijn een populaire snack tijdens het borrelen. Bitterballen zijn balletjes,
een mini-versie van een kroket, I shall say. And aside from that, usually most cafes, if you are drinking something or in certain pubs, they also will give you a bowl of nuts. And nuts zijn nootjes. Ze zetten een schaal met nootjes op tafel. They put a bowl of nuts on the table. Ze zetten een schaal met nootjes op tafel. If you are with a bigger group of friends and you just want, you know, a little bit more than just nootjes and bitterballen, you might order een borrelplank. We delen een borrelplank met kaas en vleeswaren. We share a snack platter with cheese and cold cuts. We delen een borrelplank met kaas en vleeswaren. So plank obviously refers to platter, but it's also used as like a shelf as well. And if you are doing those snacks, you might do it at your favorite pub. And our favorite pub, or the pub that you always go to, is called de Stamkroeg. We ontmoeten elkaar vaak in onze stamkroeg. We often meet each other in our local pub. We ontmoeten elkaar vaak in onze stamkroeg. Now, you might order a beer, but let's just say that draft beer tastes a little bit better. We call that tap beer. Tap beer smaakt beter dan bier uit een flesje. Draft beer often tastes better than bottled beer. Tap beer smaakt vaak beter dan bier uit een flesje. Another one that I think is really important to add is meeting for drinks or things. So in English, we often say, oh, I'm going out. So going out in Dutch is really like going out for drinks or going out for dancing. But most of the time, we also specify what it is that we're doing, right? So let's meet to have some drinks. Now, to meet is afspreken. Laten we vanavond afspreken om te borrelen. Let's meet tonight for drinks. Laten we vanavond afspreken om te borrelen. And another very Dutch thing that we do, especially if the sun is out just a teeny tiny bit, you can find us on the outside of a pub. So usually in front of pubs, they have an outside area, which is called a terrace, which just has some tables and chairs. So you can sit in the sun with a beer, usually on a square, and people watch. That's what we love to do. And terrace is called een terras, het terras. And if you are in the act of drinking drinks on the terrace, it's called terrassen. Of een terrasje pikken. So you kind of like steal the terrace, steal your spot. We love that. To then sit there and people watch. Het is heerlijk om op een terras te borrelen en een terrasje te pikken en mensen te kijken. So it's wonderful to have drinks on a terrace, to have drinks on the terrace and people watch. Het is heerlijk om op een terras te borrelen, een terrasje te pikken en mensen te kijken. So this is a little insight into the Dutch way of borrelen. And another thing to close off with is the Friday afternoon drinks. The Dutch wouldn't be Dutch if we have a very logical one-worded word for after work drinks on a Friday, which is called the vrijmiddag. Vrij, vrijdag, mi, middag, bo, borrelen. De vrijmiddag is je vrijdagmiddag borrel. Hopefully next Friday you will have a vrijmiddag as well. And if not, we'll see you next time. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei! Thank you.
Volgende week start in Nederland de 70ste editie van de Kinderboekenweek. Eerder sprak ik daarom met leesconsulente Larissa Dru over het thema van deze editie, het Kinderboekenweekgeschenk en het boek De Gemeenerikken van Jeroen van Berkem. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Nog een paar nachtjes slapen en dan is het dus zover. De Kinderboekenweek van 2024, de 70ste keer al. Wordt dit een extra feestelijke editie, Larissa? Nee, hij is gewoon net zo feestelijk als alle andere jaren. Want het is gewoon natuurlijk een heel groot ding hier in Nederland, die Kinderboekenweek. Mm-hmm. En merk je ook dat het leeft bij de klassen die jij bezoekt of in de bibliotheek zelf? Ja, meestal komt dat wel rond deze tijd echt op gang, want dan wordt het ook bij het jeugdjournaal verteld. En ja, de kinderen zaten nu natuurlijk nog heel erg in de start van het schooljaar, maar het is eigenlijk altijd wel het grote eerste evenement. Als je kinderen ernaar vraagt, weten ze meestal Kinderboekenweek, oh, dan gaan we boeken verkopen op school. Maar er is ook altijd een Kinderboekenweek lied. Door Kinderen voor Kinderen gemaakt. Dus ja, het begint nu wel echt, de spanning stijgt. En voor jou als leesconsulente betekent het ook extra drukke dagen? Ja, nou, ik probeer dat altijd wel goed te verdelen met school. En ik probeer ook altijd vooral heel erg aandacht te geven aan het feit dat het om, ja, boeken lezen, lekker bezig zijn, plezier beleven aan lezen. En soms wordt wel het thema een beetje als echt het hoofdding gedaan. Maar laten we vooral met lezen en plezier en boeken ontdekken bezig zijn. Ja, goed plan, maar ik ben wel benieuwd naar het thema. Het thema is lekker eigenwijs dit jaar. En dat wordt natuurlijk, in heel veel boeken komt dat terug. Eigenwijze hoofdpersonen, kinderen die het op hun eigen wijze doen. Ik denk een hele mooie boodschap van zoek je eigen pad. En om het makkelijker te maken voor mensen die denken, ja, jeetje, ja, ik geloof wel dat ik ergens eigenwijze mensen tegen ben gekomen in boeken, is er eigenlijk altijd een soort van spiekbriefje. Er worden namelijk altijd elk jaar thematitels gemaakt. Voor elke groep op de basisschool kun je dan kijken, je laten inspireren door boeken waar lekker eigenwijs een grote rol in speelt. En laten we vooral ook niet vergeten dat er ook altijd een Kinderboekenweek geschenk wordt gemaakt. En dit jaar is die geschreven door Pieter Koolwijk. En hij heet De Schatpakkers. En ik heb hem ook nog niet gelezen, dus ik ben heel benieuwd. Pieter Koolwijk, die kunnen we kennen. En vooral ook de mensen die vaker naar ons rubriekje luisteren. Hij heeft Gozerd geschreven. Die hebben we ook wel eens besproken. Ja, dat klopt. Ja, Gozerd is de eerste in de trilogie. Daarna volgt ook nog Luna en Missie Afbreken. Hij is in Nederland wel echt een bekende schrijver, omdat hij ook dingen bespreekt in zijn boeken die gewoon echt maatschappelijk van belang zijn. Dus er wordt hier wel echt uitgekeken naar deze versie van het Kinderboekenweekgeschenk. Mm-hmm. En even ter herinnering voor mensen die even vergeten, dat geschenk krijg je dus als je in deze speciale week een kinderboek koopt voor een bepaald bedrag. Ja, dan krijg je hem in de boekenwinkel erbij. Dus er zijn ook mensen die sparen ze allemaal. Ja, nou komt het de Kinderboekenweek er nog aan, dat is volgende week. Dus jij hebt dat geschenk, wat je al zei, nog niet in handen. Dus die kunnen we niet bespreken. Maar wat gaan we in deze boeken het wel bespreken? Nou, ik heb dus even gekeken bij die thematitels. Grappig ook dat Tuf er ook bij staat. De boeken van Tuf en Knots hebben we natuurlijk ook al eerder besproken. Ook super eigenwijs. Maar er viel me er ook één op. En dat is namelijk De Gemeenerikken, geschreven door Jeroen van Berkem. En dat boek viel mij op omdat we die ook hebben aangeschaft bij de bibliotheek voor onze klassensets. Waar kinderen dus met z'n allen tegelijk in de klas hetzelfde boek lezen, daarover gaan praten. En ja, het is gewoon een heel leuk, niet heel dik boek met een super eigenwijs thema. Maar De Gemeenerikken, eng ook? Nee, niet eng. Gewoon grappig eng. Het boek gaat namelijk over Madelief Grommel. En Madelief Grommel is het liefste meisje van de wereld. En dat vinden haar ouders vreselijk. Want haar ouders zijn namelijk De Gemeenerikken.
En als je een gemeenerik bent en je hebt een superschattig kind, dan is dat natuurlijk het eigenwijze element. Wat ik hilarisch vind, want vaak is het natuurlijk andersom. Hmm. En het boek begint wanneer Madelief de opdracht krijgt om iets te gaan stelen bij de bakker. Madelief die wil dat helemaal niet en die komt er ook op hilarische wijze onderuit. Nou, en dat is eigenlijk gewoon ja, de druppel voor haar ouders. Het kan niet met dat lieve kind. Daar moeten ze iets aan doen. Wat klinkt hartstikke leuk. Ja. En wat ze gaan doen is, ze gaan Madelief naar de school sturen waar ze vroeger ook zijn geweest. En dat is de school voor gemeenerikken. En op de school voor gemeenerikken heb je bijvoorbeeld ook juf Achterbaks en meester Kattenkwaad. En ik wilde graag een stukje voorlezen als ze naar die school toe gaan. Heel graag. Diezelfde dag nog reed de familie Grommel naar de school voor gemeenerikken. Het was een prachtige zonnige dag en de hemel leek ingekleurd met het helderste blauw dat je maar kunt bedenken. Maar boven de school, die op een hoge heuvel stond, hingen grauwe, grijze wolken. Het gebouw zag er oud en vervallen uit. De kozijnen waren verrot, de ramen waren dichtgetimmerd en aan de palen bij de entree hingen reusachtige spinnenwebben. Mist warrelde om de stam van een reusachtige boom. Door de kale takken leek het net een griezelig skelet. Een raaf kraste toen meneer Grommel de oprijlaan opreed. De vogel was zo zwart als de uitlaatgassen die uit meneer Grommels auto kwamen. Madelief stapte uit. Is er geen speelplaats? Vroeg ze aan haar moeder. Ha, een speelplaats, krijste mevrouw Grommel. Een gemeenerik hoeft niet te spelen. Die haalt Kattenkwaad uit. Madelief liep het pad op. Kiezelstenen knerpten onder haar voeten. Door de mist, die laag bij de grond hing, klonk het gedempt, alsof ze in een bak met watten liep. Even, heel even maar, leken de slierten zich te veranderen in griezelige armen. Wat ziet het er eng uit, hè, die mist? Fluisterde mevrouw Grommel op een akelig toontje. Maar de lief keek haar moeder aan, alsof ze iets geks zei. Mist? Eng? Wel nee, joh. Het is net alsof je met een wolk knuffelt. Ze spreidde haar armen en rende van de ene mistbank naar de andere. Joehoe! De slierten, die even daarvoor nog griezelige spoken hadden geleken, verdwenen in het niets. Ik kan me voorstellen dat dit leidt tot enige hilariteit. Dat een meisje die juist heel aardig doet en lief doet en het goed doet, dat die hulp eigenlijk een beetje op de donder krijgt van de ouders. Ja, ik denk dat dat ook voor de kinderen echt gewoon super grappig is. En ik las natuurlijk net voor van Kattenkwaad uithalen. En ik zat wel heel erg te denken, ja, weten kinderen van nu nog wat Kattenkwaad uithalen is? En toen zag ik, ja, tegenwoordig heet dat natuurlijk een prank uithalen. Ja, maar gelukkig staat het in het boek nog gewoon lekker in het Nederlands. Ja, en er staan in het boek veel van dit soort uitspraken. Ook inderdaad alsof ze in een bak met watten liep. Er zijn gewoon hele mooie zinnen in en woorden die niet zo vaak voorkomen. Dus dat is ook echt wel een hele leuke om daar dat gesprek met die kinderen over aan te gaan. Maar ja, er worden ook lieve scheldwoorden gebruikt die dan echt passen bij de zinnen. Dus voor kinderen superleuk om nog meer van die scheldwoorden te bedenken. En ja, wat zou jij nou doen als je de hele dag stout zou moeten zijn? Ja, en veel kinderen liggen echt gewoon de hele tijd in een deuk, omdat het zo grappig de andere kant op is. Mm-hmm. Op zich is het woord gemeenerik natuurlijk al een woord wat je niet vaak meer gebruikt. Iemand kan wel gemeen zijn, maar echt, hij is een gemeenerik of zij is een gemeenerik. Hoe vaak zeg je dat nog? Nou, ik denk eigenlijk nooit meer. De schrijver is dus ook wel eentje waar je dan over na moet denken. Weer zo'n echte Nederlandse manier van schrijven. Leuk. Voor welke leeftijden is dit geschikt? Vanaf groep 5, dus een beetje vanaf 8 jaar. Ik denk dat kinderen tussen 8 en 10 het meest zullen aangaan op de humor die erin zit. Maar voorlezen kan denk ik ook al wel voor kinderen van een jaar of 6, 7. Met jezelf goed inschatten. Mm-hmm, ja, alle informatie over dit boek komt natuurlijk op de website van SBS Dutch, sbs.com.au/Dutch. En dankjewel Larissa voor deze leuke tip en heel veel plezier volgende week met de Kinderboekenweek. Dat gaat zeker lukken. Tot de volgende keer.
Bent u nou geïnteresseerd in dat kinderboekenweekgeschenk, dan moet u de aankomende week een familielid of vriend in Nederland vragen of ze voor u naar de boekenwinkel kunnen gaan om een kinderboek te kopen. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze SBS Dutch uitzending. De aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch. Het kan ook via de SBS audio app, die is gratis te downloaden in de Apple Store of Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook, facebook.com/sbsdutch. U kunt ons liken of volgen en meepraten over onze onderwerpen. Zo dadelijk om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. De uitzending is ook te bekijken op SBS On Demand. We sluiten muzikaal af met Harlequino van Imca Marina. Woensdag zijn we er weer. Fijn weekend! Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.